Welkom bij iAcademy, de internetopleider van Nederland. Ik wil je graag een voorproefje laten zien van deze e-learning cursus. Onder meer de volgende onderwerpen worden behandeld. Centraal in deze cursus staat de interactieve presentatie. Verder krijg je een e-book met de complete lesstof. Ten slotte bevat deze cursus opdrachten waarmee je de opgedane kennis direct kunt oefenen. Je sluit de cursus af met een toets. Haal je hiervoor een voldoende, dan ontvang je een gewaarmerkt certificaat als bewijs van je kennis. Blijf kijken, want je krijgt nu een selectie te zien van schermen uit de interactieve presentatie. Winkeliers doen aan marketing, evenals producenten en groothandelsbedrijven. Binnen de handel kun je drie vormen van marketing onderscheiden: Consumentenmarketing, Trade marketing en retail marketing. Om van consumenten klanten te maken, stelt een winkelier een marktstrategie of marketingstrategie op. Deze marktstrategie is de manier waarop hij zijn doelgroep hoopt te bereiken. Bij het benaderen van de markt kan hij kiezen uit drie marktstrategieën: de ongedifferentieerde marktstrategie, de gedifferentieerde marktstrategie, en de geconcentreerde marktstrategie. De marketingmix is een afgeleide van het commerciële beleid van een winkel. De marketingmix bestaat uit zeven marketinginstrumenten. Een marketinginstrument is een van de marketingonderdelen die door de winkelier kan worden ingezet om de consument te bereiken. Er zijn zeven marketinginstrumenten, die ook wel de zeven P's worden genoemd. Deze zeven P's staan voor Product, prijs, plaats, promotie, personeel en service, presentatie en fysieke, dat kun je ook spellen met pH, fysieke distributie. De laatste P van fysieke distributie wordt vaak ingedeeld bij de P van plaats. Bij fysieke distributie gaat het om de beheersing van de goederenstroom. De producten moeten tegen de laagste kosten in de juiste hoeveelheid op het juiste moment worden afgeleverd. Vaak wordt dit geregeld door de inkoper. Schrijf je vandaag nog in op academy.nl